We hebben deze gemaakt als ondersteuning van de natuureducatieprogramma's, zowel op Aruba, Bonaire, Curaçao en de drie bovenwinden, de Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En het idee achter dit natuurmagazine is om de kinderen te stimuleren van lezen te bevorderen, maar ook om ze meer te laten leren over de natuur, om hun nieuwsgierigheid te prikkelen, om hun harten te raken. Want de kinderen die zijn de toekomst voor onze natuur, dus als zij de natuur belangrijk vinden en er meer over leren, kunnen wij op die manier ook beter de natuur beschermen. Als we over natuur hebben, hebben we over die specifiek de natuur op de verschillende eilanden of globaal? Nee, dit magazine gaat echt over de natuur die wij op onze 6 eilanden hebben. We zijn een ontzettende biodiversiteit hotspot, dus we hebben hier heel veel verschillende ecosystemen. Deze magazine gaat speciaal over de marine, dus hier gaat het over koraalriffen, mangroves, zeegrasbedden. En het is dus echt de natuur die op onze eilanden voorkomen. Deze is van de marine, dus er komt een latere versie ook over de vogels en zo? Ja, dat is het idee. We hebben nu in de planning om in ieder geval weer dit jaar weer eentje uit te brengen. En dat zou inderdaad een ander thema zijn en ik verwacht dat die zou gaan over land. Kinderen die zo'n boekje willen hebben, hoe kunnen ze dit bereiken? Ja, ze zijn dus via de natuurorganisaties hier te verkrijgen. Dus bijvoorbeeld op Bonaire via Stinapa, op Curaçao bij Camabi, op Aruba bij Funcion Park Nationaal Aruba, Sint Maarten Nature Foundation, de Saba Conservation Foundation en Stinapa op Sint Eustatius. En dat is voor een hardcopy, want zij verspreiden ze via hun natuureducatieprogramma's. Maar ze zijn ook online te vinden. Dus als je naar de website gaat van DCNA, dan kunt u ook hem daar downloaden. En is hij in verschillende talen beschikbaar. Dus we hebben hem in het Nederlands, in het Engels, Papiamento en Papiamento. We hebben het toch nu over de DCNA met de natuur. Laat ik zo vragen, hoe ging het gedurende 2021 voor DCNA? Ja, we hebben dus, daar kunt u trouwens ook meer over lezen in onze bionieuwsbrief. Want we hebben dus ook een bionieuwsbrief voor volwassenen. Die is er eigenlijk al vanaf 2012. Die is wel alleen digitaal. En daarin kunt u lezen over het laatste natuurnieuws van onze 6 eilanden. En dan met de focus over de onderzoeks- en monitoringsprogramma's. En er zijn afgelopen jaar zijn er weer heel veel onderzoeken, heel veel nieuwe ontdekkingen. We hebben een walvisexpeditie gehad, we hebben een haaienexpeditie gehad. Recentelijk was er bijvoorbeeld een nieuwe zeeslak hier ontdekt op de eilanden. Dus er wordt ontzettend veel onderzocht, ontzettend veel gedaan. We vergroten onze kennis om daarmee ook met als doel de natuur beter te kunnen beschermen. Want er zijn nou eenmaal veel bedreigingen en we zouden graag ook voor de kinderen en voor de toekomstige generaties de natuur willen veiligstellen. Dus alle kinderen van 9 tot 11 jaar op alle 6 eilanden, die kunnen meedoen aan de tekenwedstrijd. Ze kunnen hun tekening, die kunnen ze inleveren voor 18 maart. En de winnaar die zal dan in de volgende editie die gaat komen, zal hun tekening in te komen te staan. En ze moeten een tekening maken van waarom ze van de zee houden en waarom ze het willen beschermen. Als ze hem willen inleveren, kunnen ze hem of per e-mail, dus ze moeten ze er een foto van maken of een scan. En dan kunnen ze hem e-mailen naar projects@dcnanature.org. Of ze kunnen hem inleveren bij de natuurbeheerorganisatie op hun eiland. Dus dat is bij Stinapa op Bonaire, Camabi op Curaçao, Funcion Park Nationaal Aruba op Aruba, Saba Conservation, Stinapa of bij de Nature Foundation Sint Maarten.